Tyson Fury and Deontay Wilder 3. Thank you for joining us. Deontay? Knokken niet meer krijg uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Strijders, welkom bij alweer een gloednieuwe episode van Jamstalk. Vandaag wil ik met jullie vooruitblikken op Tyson Fury versus Deontay Wilder Part 3. De trilogie tussen de WBC en de ring zwaargewichtkampioen Tyson Fury en voormalig WBC zwaargewichtkampioen Deontay Wilder. Het gevecht staat gepland voor 24 juli 2021 in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Let's go back in time. Tyson Fury versloeg Deontay Wilder niet zo lang geleden, 22 februari 2020, in een rematch. Nadat het eerste gevecht op controversiële wijze werd afgedaan als een draw. Onbeslist. Maar in het contract stond blijkbaar dat er nog een gevecht moest plaatsvinden. Te weten, Tyson Fury versus Deontay Wilder Part 3. De rechter bepaalt namelijk. En een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat Deontay Wilder een herkansing verdient tegen Tyson Fury. De tweede rematch tussen de Gypsy King en de Bronze Bomber. Deontay Wilder startte namelijk in maart al een contractuele rematchclausule, waarbij het gevecht aanvankelijk was gepland voor 18 juli, maar omdat Wilder echter nog steeds herstellende was van een operatie en zich zorgen maakte over de COVID-19 pandemie, werd het gevecht uitgesteld tot oktober. Maar daarna, jongens, werd de datum opnieuw verschoven naar december vanwege de coronamaatregelen die de aanwezigheid van fans zouden beperken. Je raadt het al, dit resulteerde natuurlijk, wil ik zeggen, in twee woedende heavyweights. Want toen hij het hoorde, het nieuws, kondigde Tyson Fury direct aan dat hij wegliep van het gevecht. Hij was er klaar mee. Deontay Wilder op zijn beurt reageerde op de opmerkingen door een video op social media vrij te geven, waarin hij Tyson Fury ervan beschuldigt vals te hebben gespeeld in hun laatste gevecht. Kom ik zo wat dieper op terug. In die tussentijd ging Tyson Fury al in onderhandeling met wie natuurlijk? Tuurlijk, de WBA, IBF en WBO kampioen Anthony Joshua to unify the heavyweight division, de zogenaamde Battle of Britain. Maar die werd dus nog even uitgesteld, want Fury moest van de rechter eerst de rematch doen versus Deontay Wilder. De Battle of Britain had komende augustus in Saoedi-Arabië moeten plaatsvinden, maar dat duel komt er vooralsnog niet. De spelbreker heet natuurlijk Deontay Wilder. Hè? De Amerikaan die al 2 keer eerder bokste tegen Fury en de laatste keer kansloos verloor, eiste een rematch. En die kon hij dus kennelijk afdwingen bij een Amerikaanse arbitragecommissie. Waardoor het duel, het topduel moet ik zeggen, tussen Anthony Joshua en Tyson Fury, dat de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht moest opleveren, wordt dus nog op de lange baan geschoven. Ik zeg er wel bij, jongens, de voorwaarde is natuurlijk wel dat beide wereldkampioenen in hun eerstvolgende duel winnend gaan afsluiten. Durf ik me te wagen aan een prediction? Wie gaat er winnen en op welke wijze zie ik dit gebeuren? Is best lastig. Ik heb de partijen gisteravond nog even teruggezien, deel 1 en deel 2. Deontay Wilder, die traint nu op dit moment met Malik Scott. Malik Scott, dezelfde man die hem nu traint, is dezelfde man die hij in de eerste ronde uit had geschakeld op 15 maart in 2014. Dat is nu zijn coach. Ik heb het gisteren nog even teruggezien, dat gevecht tussen Deontay Wilder en Malik Scott. En Deontay Wilder was klaar met hem binnen 96 seconden. Voormalig WBC zwaargewicht Deontay Wilder heeft hem zijn nieuwe trainer verklaard na zijn bonje met Mark Breland. Ken je die nog? Die bonje, dat akkefietje tussen hem en Mark Breland, kom ik zo nog even iets dieper op terug. Deontay Wilder's fight record heeft 42 keer gewonnen, 1 keer verloren en slechts 1 keertje gelijk gespeeld. Hij heeft dus eigenlijk meer overwinningen op zijn palmares staan dan Tyson Fury's fight record. Tyson Fury's fight record uit mijn hoofd is 30 keer winst,
0 keer verloren en slechts 1 draw. Dat was dus tegen Deontay Wilder. Hij slaagde er wel in vorig jaar om Wilder te verslaan in Las Vegas, wat trouwens de enige nederlaag is van Deontay Wilder op zijn cv. Maar toch geef ik deze partij wederom aan de Gypsy King, my man Tyson Fury. De 124 kilo zware Brit zei bij Wilder Fury 2 al dat hij voor een knockout zou gaan zorgen. En dus was hij ook echt een stuk agressiever dan daarvoor. Daar waar hij vroeger altijd uit de weg liep, het boksend wilde oplossen, hadden weinig mensen zien aankomen dat hij Deontay Wilder knockout zou slaan. Chapeau voor hem. De laatste keer domineerde hij dus en versloeg hij de Bronze Bomber via een TKO in de 7e ronde. En ik denk dat hij dat dus nu opnieuw weer gaat doen. Keiharde taal spreekt hij in de media. En dan heb ik het over Tyson Fury. Hij zei: iedereen weet dat ik goed ben in tactisch boksen en 12 rondes lang kan blijven bewegen in die ring. Maar dat werkte de eerste keer niet, want dat leverde niet direct een zege op. En ik boks enkel en alleen om te winnen. Dat is keiharde taal en daar hou ik van. Fury werkte de afgelopen jaren met zijn nieuwe trainer Javon Sugarhill Stewart aan de voor hem nog onbekende nieuwe stijl. De zogenaamde kronkstijl. En ik hou daarvan. Ik hou van die stijl. Het is namelijk altijd naar voren bewegen, aanvallend en intimiderend. En dat het intimiderend was, dat konden we wel zien in de 5 minuten face-off versus Deontay Wilder en Tyson Fury. Die was namelijk super intens. Bovendien, in mijn ogen, lijkt Deontay Wilder mentaal tekort te schieten. Deontay Wilder zoekt steeds meer naar excuses in plaats van zelfreflectie. Ik zei het net al, Wilders coach Mark Breland gooide de handdoek in de ring voor de bestwil van zijn vechter. Maar Deontay Wilder heeft hem daarna ontslagen. De Bronze Bomber gaf aan dat hij verloor door zijn walkout kostuum. Een excuus. Deze zou zwaarder zijn gevallen dan aanvankelijk werd verwacht. Een excuus. Hierdoor waren zijn benen niet 100%. Ook weer een excuus. Bovendien zou Fury iets in zijn bokshandschoenen hebben verstopt, waardoor hij meer schade kon veroorzaken. Of zijn bokshandschoenen zaten gewoon niet goed volgens Wilder, waardoor zijn vuisten harder aankwamen. Allemaal slappe excuses. Bovendien sta ik er niet zelf ook zo in. Ook de bookmakers hebben tot slot voorspeld dat Tyson Fury de favoriet is om dit te winnen. 24 juli 2021 in de T-Mobile Arena Las Vegas. Jongens, ik ben heel erg benieuwd wie jullie denken dat er gaat winnen. Laat het achter in een comment onder deze video. En ook op welke manier zien jullie dit gebeuren. Voor ons is het nu langzaam tijd om te gaan afronden. Maar voordat ik weg ben, wil ik de kijkers uitnodigen om onze website te bezoeken, champstalk.nl. Daar zie je dat we te beluisteren zijn op alle streamingsdiensten, www.champstalk.nl. Strijders, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. I am Ade. Champstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champstalk.